But we don't want to feel that someone has been elected by throwing away some of us to appeal more deeply to others. Wow. Er ligt een uitdaging. Wacht. Dat kun je niet ontkennen, Rob. Kom op. Nee, wat ik aan hem... Kijk, ik mag hem sowieso niet, want hij zit altijd in die panels en ik luister vaak naar hem. Het is een beetje een dramatische man. Kijk, nu gaat hij weer dat zwarte verhaal naar zich toe trekken. Donald Trump heeft helemaal geen zwarte beledigd. Sterker nog, er hebben meer zwarten op Donald Trump gestemd en meer Latino's op Donald Trump gestemd dan ze überhaupt hadden kunnen voorstellen. Dus het was een white lash tegen een changing country. Ja, ik weet niet zozeer tegen een zwarte land. Maar hij is een drama queen, weet je. Ja, maar Rob, we zouden ook een vrouw kunnen laten zien die dit soort dingen zegt. We zouden een Latino kunnen laten zien. Die... Weet je, naar wie je moet luisteren? Nee, naar die man die naast hem zit. Maar wacht, dat is een Trump supporter. Weet je wat het is? Door dat handige, wat jij zegt, PR-offensief van Trump, waarmee hij gewonnen heeft. Want laten we eerlijk zijn, hij heeft ook de racismekaart gespeeld. Hij wist precies op welke knopjes hij moest drukken om de white lash een beetje los te maken. De Ku Klux Klan steunt hem. Wacht even, maar daardoor heeft hij... Obama überhaupt in Amerika was geboren. Hij heeft zoveel schade aangericht, dat wat Michiel zegt, het wordt nu hard werken voor hem, want hij moet wel dat land weer bij elkaar brengen. Tenzij hij dat niet wil, natuurlijk. Dat kan ook. Als je iets voor elkaar wil krijgen. Over vrouwen praat, dat je eigen dochter na afloop van een debat je weigert een zoen te geven. Dat is toch... Je hebt het over de helft van de wereldbevolking, hè? En dit in 2016. Wat ik het erger daarvan vond, was dat hij elke keer als het dan bol en a en o was, dat hij het eigenlijk als een aanmoediging zag om het nog een beetje... En ik vind politici, en dat wil hij nu zijn, hebben ook een beetje voorbeeld om... Wij hebben de microfoon. Wij kunnen hiervoor een groot publiek dingen zeggen. En dan denk ik aan al die mensen die dat wel te horen krijgen en dat op zich in moeten... Wat hij over die veteranen zei. Dat als je gevangen was genomen, dat je dan eigenlijk een lafaard was. John McCain. Ja, maar ook heel veel andere dingen. Het laatste woord is voor Rob. Rob, jij bent vandaag de aanhanger van de winnaar. Nou, dus het laatste woord is voor jou. Ik wil het heel positief blijven zien. Ik vind dat we in Nederland te veel Donald Trump afzeiken. Ik vind dat we hem een kans moeten geven. En ik heb er vertrouwen in dat hij er wat van gaat maken. En hij zal het geld ervoor hebben, want... Ik weet gewoon dat hij dat gaat doen. Dat hij die legers gaat uitdunnen en op andere manier werk gaat creëren. Dat hij weer heel veel auto-industrie terugbrengt in Amerika en andere industrie. Ik heb er vertrouwen in. En Hillary zei het heel gepast vandaag. He deserves a chance. Hij mag het doen, maar ik wil op 16 maart hier in dit land niet wakker worden. En ik roep iedereen op die dit niet wil om zich nou eens eindelijk te gaan uitspreken dat dit soort politiek geen enkele oplossing brengt voor ons. Het is politieke oplichterij. Alexander, jongens. We gaan nog lang erover praten en ik ben ervan overtuigd dat we nog lang niet uitgesproken zijn. Dank jullie wel allemaal.